Van de regen in de drup. Het kan vriezen en het kan dooien. Na regen komt zonneschijn. Het weer in Nederland is dagelijks onderwerp van gesprek. Nauwkeurig houden we de voorspellingen in de gaten. Moet de paraplu mee of niet? Het Nederlandse weer lijkt onvoorspelbaar. Maar één ding is zeker, over afwisseling kunnen we in ieder geval niet klagen. Voorspelbaar is eigenlijk vooral dat het vaak regent. Dankzij die regen groeit er in ons land hoogveen. Hoogveengebieden zijn heel bijzonder, omdat ze in Nederland nog maar weinig voorkomen. Het moerasachtige hoogveen is voor mensen ontoegankelijk. Toch is het de moeite waard, want er leven veel speciale soorten planten en dieren. Nederland was vroeger met haar enorme hoeveelheden hoogveen, de turf, net een oliestaat. We zijn er in de Gouden Eeuw rijk van geworden. Maar de turf is afgegraven en daarmee verdween het hoogveen. De Vereniging Natuurmonumenten heeft nog een paar hoogveengebieden in het noorden en oosten van Nederland en die zijn uniek. Begin maart, terwijl het 's nachts nog vriest, komen de eerste kikkers uit hun winterslaap tevoorschijn. In het veen klinken zacht klokkende geluiden. Het is de lokroep van de heikikker. Over een paar weken is hier de eerste kikkerdril weer te zien. Groepen kraanvogels vliegen over. Ze zijn onderweg naar de broedgebieden in het hoge noorden. Vaak maken ze gebruik van de hoogveengebieden in het oosten van ons land om even uit te rusten. Tijdens de lange tocht van hun overwinteringsgebied in Spanje naar Scandinavië is het hier een goede tussenstop. Vroeger broedden de kraanvogels in de uitgestrekte hoogveengebieden van Nederland. Nu is dat al eeuwen niet gebeurd. Twee paartjes kraanvogels blijven achter in het Vochtelower Veen. We zullen ze het hele jaar volgen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want de kans bestaat dat een van de paartjes na eeuwen weer zal gaan broeden. Zo'n 10.000 jaar geleden kwam er een eind aan de ijstijd doordat het klimaat veranderde. Het werd warmer en vochtiger. Dat proces vond niet van de ene op de andere dag plaats. Daar gingen honderden jaren overheen. Langzaam maar zeker begon het steeds vaker te regenen. Op lage plaatsen in het landschap werd het nat en drassig en overal ontstonden nieuwe meren en plassen. Al die nattigheid was de ideale situatie voor veenmos, een belangrijke hoogveenplant. Door de enorme groei van dit veenmos ontstond in een groot deel van Europa hoogveen. De zwarte gebieden op deze kaart zijn de landen die vroeger voor een groot deel uit hoogveen bestonden. Ook groeiden de veenmossen in het grootste deel van Nederland. Van deze hoogveengebieden is nu nog maar 2% over. Deze resten hoogveen zijn uniek voor Nederland. Er liggen een paar hoogveengebieden in Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Plekken die gekoesterd moeten worden.
Levend hoogveen bevat weinig voedsel voor planten. Daarom groeien er niet veel soorten, maar wel heel bijzondere. Ze hebben zich aan de sobere omstandigheden aangepast. Typische veenplanten zoals eenarig wollengras en veenpluis bloeien in april. Het pluis van deze plant gebruikten arme arbeiders vroeger als verband en als vulling voor kussens. Daarom kreeg het de naam arme luiskapok. Niet alleen van het veenpluis maakten ze vroeger handig gebruik. Ook het pijpenstrootje bleek bijzonder nuttig. De veenarbeiders gebruikten de plant voor het reinigen van tabakspijpen. Daaraan dankt het pijpenstrootje dan ook zijn naam. Naast veenpluis en pijpenstrootje groeien in het hoogveen de zeldzame veenbes, witte snavelbies en lavendelheide. Op vochtige plekken groeien veel pinksterbloemen. Deze bloemen zijn een belangrijke voedselbron voor een kleine vlinder, het oranjetipje. Het eerste oranjetipje vliegt in april als de eerste pinksterbloemen bloeien. De vlinder legt zijn eitjes op het blad van de pinksterbloemen, zodat de rupsen die uitkomen de plant direct als voedsel kunnen gebruiken. Ook het gentiaanblauwtje is afhankelijk van een plant, de klokjesgentiaan. In het hoogveen komt een aantal zeldzame vlinders voor, zoals het veenhooibeestje en het bonte dikkopje. Voor sommige vlinders is het hoogveen een waar paradijs. In het voorjaar bloeit er langs het veen een prachtige bloemenzee. De uitgestrekte hoogveengebieden trekken ook roofvogels aan, zoals de havik, de sperwer en de buizerd. De roofvogels hebben zwevend boven het vlakke veen een goed uitzicht om te jagen. De buizerd ziet haarscherp, ongeveer tweemaal zo goed als mensen. Bovendien kan hij afstand en diepte feilloos inschatten. Handig als hij een prooi wil vangen. De paarvorming van de buizerd begint vroeg in het voorjaar met opvallende vliegdemonstraties in de lucht. Hierbij zweven de vogels in kringen naar elkaar toe, met af en toe spectaculaire duikvluchten. De buizerds bouwen samen een groot nest, de horst. De jongen worden door beide ouders grootgebracht. Het kraanvogelpaar is in maart nog steeds in het vochteloer veen te vinden. De hoop dat ze gaan broeden groeit met de dag. De vogels stellen hoge eisen aan hun broedgebied. Zo vinden ze rust en voedsel erg belangrijk. Er zijn vele stille plekken in het 2500 hectare grote gebied. Meerdere delen zijn voor mensen niet toegankelijk. In het veen is veel voedsel aanwezig in de vorm van libellen, kikkers en slangen. En ook in de omgeving kunnen de vogels voedsel vinden op de uitgestrekte akkers en weilanden. Voordat de kikker in het voorjaar ontwaakt en zijn lokroep over het veen klinkt, ligt hij verborgen in de modder om de kou te overleven. Een enkele kikker die zich in de wintermaanden toch buiten waagt, wordt gegeten door de blauwe reiger. Als de reiger een vrouwtjeskikker opeet, bekomt hem dat slecht. De gelatineachtige eierstokken van de kikker zwellen op zodra ze in aanraking komen met vocht, en dat leidt vaak tot braken.
Zo'n klonterig hoopje wordt sterrenschot genoemd. De belangrijkste plant van het hoogveen is veenmos. Na de laatste ijstijd werd het klimaat vochtiger en kreeg veenmos de kans om te groeien. Dit nietige plantje bestaat voor 90% uit water en heeft geen wortels. Toch groeit het bijna onbeperkt door. Veenmos sterft aan de onderkant af door lichtgebrek, maar aan de bovenkant groeit het mos alsmaar door. Veenmos is eigenlijk net een spons. Het kan heel veel water vasthouden, tot wel 40 keer het eigen gewicht. Voorwaarde is wel dat het nat genoeg is, omdat het plantje anders te veel opdroogt en zijn sponswerking verliest. Vroeger waren er uitgestrekte hoogveengebieden in Nederland, totdat de mens ontdekte dat veen een goede brandstof vormde, de turf. Hout werd steeds schaarser en turf was een goed alternatief. Vanaf de vroege middeleeuwen gebruikten mensen turf overal in Nederland als brandstof. Het mes van de beul viel ontelbare keren per dag. Zo noemden de turfstekers de man die de turven op maat moest hakken. Net als de veenarbeiders werkte hij 6 dagen per week, totdat de winterse kou, de vorst, dat onmogelijk maakte. De turfstekers hadden een zware baan. Met de hand groeven ze het veen af en verdeelden het daarna in stukken. Deze blokken konden makkelijk in de oven en gingen in de wintermaanden als warme broodjes over de toonbank. Turf kreeg dan ook al gauw de bijnaam bruin goud. Het leven in het veen was mensonwaardig. Er was weinig te eten en het werk was zwaar. De veenarbeiders woonden in plaggenhutten waar met slecht weer geen droge plek te vinden was. De kindersterfte was erg hoog. Om het leed iets te verzachten, dronken de arbeiders heel veel. Er kwam een einde aan het turfsteken doordat de Nederlandse veengebieden uitgeput raakten. Ook speelde de komst van andere goedkopere brandstoffen, zoals kolen, een belangrijke rol. De turfstekers hebben meer dan 400 jaar hun werk grondig gedaan. Veel hoogveen is er dan ook niet meer. Als je door het veen loopt, voel je de grond soms deinen. Het is net alsof je over een waterbed loopt. Er zijn 2 soorten veen, hoogveen en laagveen. In de Loosdrechtse plassen bij Utrecht en in de Wiede bij Steenwijk vind je laagveen. Een veensoort die onder water ligt. Wanneer op lage plekken water blijft staan, groeien daarin al snel allerlei planten, zoals riet, lisdodden en zeggen. Als ze doodgaan, zakken de plantenresten naar de bodem. Er ontstaat een dikke baggerlaag en zo groeit langzaam maar zeker het hele water dicht, waardoor alleen nog veenmos kan groeien. Zodra het mos boven het wateroppervlak uitgroeit, heet het niet langer laagveen, maar hoogveen. De aangroei van veenmos gaat heel langzaam. Toch kan een veenpakket in duizenden jaren meters dik worden. Het veen is beroemd om de vele libellensoorten, zoals de viervlek, de bedreigde speerwaterjuffer en de maanwaterjuffer. De sprookjesachtige insecten vliegen in de meest prachtige kleuren over het veen. Er zijn 2 soorten libellen, echte libellen en juffers. De juffer heeft een slanker lichaam dan een echte libel. Maar het belangrijkste verschil is dat de vleugels van de juffer plat langs het lichaam liggen. Bij de echte libellen steken de vleugels altijd uit, ook als ze zitten. Een voorbeeld van een echte libel is een glazenmaker. De naam glazenmaker komt uit de tijd dat mensen ramen vervoerden op hun rug. Het glas stak dan aan weerszijden uit als 2 geweldige vleugels.
In het voorjaar gaan de mannetjes op jacht naar een vrouwtje. Als een wijfje het territorium van een mannetje binnenkomt, probeert hij haar met zijn achterlijf te grijpen. Als deze koppeling lukt, vliegt het paar soms als tandem verder, het mannetje voorop. In het voorjaar trekken de mannetjes van de kikkers en padden naar de paarplaats. Ze lokken de vrouwtjes met hun roep. Ook hebben ze geluid nodig om de vrouwtjes te kunnen onderscheiden van de mannetjes. Het komt regelmatig voor dat een opgewonden mannetje een ander mannetje bespringt en omklemt. Deze verdedigt zich en geeft een karakteristiek geluid, waarna het opgewonden mannetje afdruipt. Groene kikkers gebruiken geluid ook om hun territorium te verdedigen door in koor te roepen. Ze reageren op allerlei geluiden in de omgeving, zoals een langsrijdende brommer of een overvliegend vliegtuig. Voor de beschermde heikikker zijn de hoogveengebieden van levensbelang. Deze kikkers vind je steeds minder in Nederland. Het mannetje van de heikikker is tijdens het paringsseizoen makkelijk te herkennen aan zijn blauwe kleur. Dit is het gevolg van een veranderde hormoonspiegel. Na het paringsseizoen krijgt de kikker zijn bruine kleur weer terug. Ook voor de kraanvogels is het paarseizoen aangebroken. Dan breekt er een groots moment aan. Het paartje balst. Een prachtige dans als voorbereiding op de paring. De paring van kraanvogels is zelden waarneembaar, omdat de vogels dit alleen in alle rust doen. Een uniek moment. Kort na de paring trekken de vogels zich terug in het stille veen. Daarna zijn ze nauwelijks nog te zien. Het is zeker dat ze gaan broeden, maar het blijft onzeker of de vogels met een jong uit het veen terugkeren. Tijdens het broeden hebben ze rust en stilte nodig. Een kleine verstoring en de vogels stoppen met broeden. Het blijft dus spannend. De gagel is een beschermde plant die heel sterk ruikt. Vroeger legden de veenarbeiders takjes van de gagel tussen het beddengoed voor de geur. De gagel moest de vlooien en de luizen buiten de bedstee houden. De struik noemden ze daarom ook wel luizenkruid of vlooienkruid. Ook gebruikten ze gagel wel voor het brouwen van bier als voorloper van hop. Wilde gagel mag nu niet meer geplukt worden. De gagel wordt nog wel gekweekt voor het gebruik in bloemstukjes. Rond de natte hoogveengebieden struinen regelmatig konijnen, hazen en vossen. Vossen houden niet van het natte veen, maar de met struiken begroeide plekjes rond het veen vinden ze erg aantrekkelijk. In het voorjaar worden daar de vosjes geboren. Na 4 weken mogen de jongen mee naar buiten, weg uit hun donkere hol.
De kleine vossen spelen met elkaar en oefenen direct voor de jacht, want de vos is een echt roofdier. Toch moeten ze tijdens het spelen rekening houden met gevaar. In het veen leeft onder meer de ringslang en de levendbarende hagedis. Deze reptielen hebben een gevarieerd natuurgebied nodig, waarin ze kunnen zonnen en jagen en waar ze ook nog voldoende schuilmogelijkheden hebben. De gladde slang klimt soms in boompjes op zoek naar eten. Deze slang is niet giftig. Alle hagedissen en slangen vervellen meerdere keren per jaar. Hoe jonger, hoe vaker. De huid groeit niet mee als het lichaam langer wordt. Dus groeit het reptiel regelmatig uit zijn jasje. De adder vind je meestal bij struiken en bosranden. Het is de enige giftige slang die in ons land voorkomt. Maar hij zal je nooit zonder reden aanvallen. Meestal slaat hij bij een ontmoeting op de vlucht. In het Twentse Witte Veen is het keffende geluid te horen van de boomkikkermannetjes. De mannetjes roepen vaak in duetten en deze zijn tot ver in de omtrek te horen. De kikkers kwaken alleen 's nachts. Bij de eerste zonnestralen keert de stilte in het veen terug. De boomkikker is niet zomaar een kikker. Hij is heel klein, zo'n 4 centimeter, en heeft een goede camouflagekleur. De kikker houdt zich met kleine zuignapjes vast aan de braamblaadjes. Met goed weer zit hij op de bladeren. Wordt de zon te warm of begint het te regenen, dan kruipt hij eronder. De boomkikker is zeldzaam en staat zelfs op de rode lijst van bedreigde diersoorten. In het Witte Veen probeert de Vereniging Natuurmonumenten de bijzondere kikker terug te krijgen. En met succes. De vreugde in het Vochtelowerveen is groot. Na eeuwen hebben de kraanvogels in het Nederlandse veen een jong grootgebracht. Het jong heeft de naam Tsuru gekregen. Dat is het Japanse woord voor kraanvogel. De kraanvogel staat daar symbool voor lang leven, hoop, geluk en tevredenheid. De kraanvogelfamilie leeft in een ontoegankelijk deel van het veen. Als het jong groter wordt, kunnen bezoekers met een beetje geluk vanaf de uitkijktoren een glimp opvangen van deze bijzondere vogels. Een verrekijker en veel geduld zijn vereist, maar het kan de moeite lonen. Vanaf de hoge uitkijktoren in het veen heb je verder een prachtig uitzicht over de eenzame vlakte.
Ook kan je ineens oog in oog staan met kleurige kruisbekken die in de toppen van de bomen zitten. In de zomer is het hier warm en vochtig. Net een klein moeras. En natuurlijk zitten daar ook veel muggen. Dankzij deze lastposten hebben de zangvogels voldoende voedsel in de tijd dat ze jongen hebben. Muggen worden niet door iedereen gewaardeerd. Toch steken lang niet alle muggen. Mannetjes leven van plantensappen. Alleen de vrouwtjes hebben bloed nodig voor de rijping van de eieren. Ze hebben het daarbij vooral op vogels gemunt. Enkele soorten prikken ook de mens. Binnen 2 tot 3 minuten zuigen de muggen zoveel bloed op dat hun lichaamsgewicht verdubbelt. Mede dankzij deze muggen broeden allerlei bijzondere zangvogels in het hoogveen, zoals de blauwborst en de roodborsttapuit. De roodborsttapuit houdt van een open landschap met beschutte plekjes om te nestelen. Ook moeten er enkele hoge zang- en uitkijkposten zijn. Naast de roodborsttapuit broeden in het Gelderse Korenburgerveen wel 83 soorten, zoals de appelvink, het paapje en de boompieper. Niet alleen vogels zijn dol op insecten. Ook dit onschuldig lijkende plantje eet beestjes. Zonnedauw komt aan zijn voeding door de insecten te lokken met glimmende druppeltjes die op de tentakels van de bladeren zitten. Als de insecten het vocht aanraken, worden ze vastgelijmd. Zonnedauw dankt zijn naam aan deze druppeltjes. Het lijken dauwdruppels, maar ze verdampen niet als het warm is. Gagel, berken, wilgen en eiken. In de Nederlandse veengebieden staan prachtige struiken en bomen. Een mooi gezicht, maar de bomen horen helemaal niet in het hoogveen thuis. Hoogveen hoort nat en drassig te zijn en bomen kunnen daarin niet groeien. Deze bomen zijn het bewijs van de slechte staat van het hoogveen. Door de slechte staat van het hoogveen is de plant beenbreek zeldzaam geworden. Beenbreek is kenmerkend voor moerassen en veengebieden. De plant kleurt de heide in juli met zijn welriekende bloemen goudgeel. Beenbreek is zo genoemd omdat de schapen die vroeger van de plant aten vaak hun poten braken. Waarschijnlijk komt dit door kopergebrek. Daardoor worden de botten van de schapen bros. Beenbreek groeit alleen op voedselarme grond en is eigenlijk een indicator dat er weinig koper in de grond zit. Nederland is vanwege zijn strategische ligging, het milde klimaat en de waterrijke gebieden een ideaal land voor watervogels. In het veen vind je bijzondere soorten zoals de roerdomp en de waterral. Hoewel deze vogels het hele jaar in de hoogveengebieden leven, zijn ze lastiger te spotten dan de trekvogels. Dat komt omdat ze zich verschuilen tussen het riet. De waterral leeft in het verborgene. Meestal wijzen alleen merkwaardige kreunende en steunende geluiden op zijn aanwezigheid. Zijn roep klinkt als een gillend biggetje. Ook de roerdomp leeft zeer teruggetrokken. De vogel heeft een zeer goede schutkleur. De roerdomp is zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten in Nederland. Het is oppassen geblazen als je door het veen loopt. De veenputten zijn voor een groot deel weer dichtgegroeid en als je erin stapt heb je een nat pak. Daarom zijn er plaatselijk speciale paden gemaakt. Zo kun je het natte, kwetsbare hoogveen toch van dichtbij bekijken en genieten van de bijzondere planten en dieren. Maar op veel plaatsen blijven laarzen nodig om droog door het gebied te komen.
Aan het begin van de 20e eeuw was veel van het hoogveen in Nederland verdwenen. Daarom kocht de Vereniging Natuurmonumenten verschillende gebieden aan. Maar met de aankoop was de bedreiging nog niet voorbij. Bij de ontginning van het veen en de landbouwgronden eromheen werden sloten gegraven. Hierdoor stroomde een deel van het belangrijke regenwater uit het veen weg. Door nieuwe landbouwmethoden daalde het waterpeil nog eens extra, met als gevolg dat het gebied verdroogde. Het veenmos kon niet meer groeien en het moeras kwijnde weg. Natuurmonumenten heeft met Europese steun allerlei maatregelen getroffen om hoogveengebieden voor de toekomst te behouden. Met helikopters en zware graafmachines is een stelsel van dammen en dijken aangelegd. Deze dammen zorgen ervoor dat het regenwater wordt vastgehouden en niet langer weg kan sijpelen naar de sloten. Zo komt het water weer terug op het oude niveau. Bomen kunnen hier niet meer groeien. Maar de veenmossen en waterminnende planten krijgen zo wel een kans. Er ontstaat weer een open landschap, zoals vroeger, waarbij je kilometers ver kan kijken. De houten damwanden zijn bij de libellen al erg in trek. Ze genieten van deze nieuwe plaats, waar ze zich heerlijk kunnen laten opwarmen. De maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. Met name de verhoging van het waterpeil en de aankoop van omringende landbouwgronden hebben voor de terugkomst van de majestueuze kraanvogel gezorgd. Het gebied wordt steeds natter en daardoor geschikter als broedgebied voor de kraanvogels. De verwachting is dat het hoogveen weer volop gaat groeien. Over zo'n 50 jaar zal het veenmos als een groen golvend tapijt over de dammen en dijken liggen. De zeldzame planten en dieren blijven leven en kunnen zich verder uitbreiden. Boeren in de omgeving mogen geen overlast ondervinden van de maatregelen. Daarom is er een bufferzone rondom de veengebieden gemaakt. In de bufferzone grazen koeien die ervoor zorgen dat er een gevarieerd gebied ontstaat. Ook de reeën profiteren van de nieuwe bufferzone. Vooral 's morgens vroeg en tegen zonsondergang zijn ze goed te bekijken. Reeën leven graag in een landschap met grote en kleine bosjes, afgewisseld met akkers en hooilanden. Het ree is een elegant zoogdier met zijn ranke lichaam en sierlijke bewegingen. In de winter leven reeën net als andere hertensoorten in een groep, een sprong. Bij gevaar, als de reeën moeten vluchten, kunnen ze elkaar makkelijk volgen door hun spiegel, het witte achterwerk van een ree. De herfst is voor het veen een belangrijke periode. Na de drogere zomermaanden valt er weer meer regen en dat is van belang voor het behoud van het hoogveen. Het water dat in de zomer is verdampt door de hitte wordt aangevuld. De rood-wit gestipte vliegenzwam is een soort die langzaam verdwijnt uit het veen. Deze paddenstoel, bekend van sprookjes en kinderliedjes, groeit graag op gezonde bomen. Doordat het veen steeds natter wordt, sterven de bomen af en daarmee verdwijnt ook de vliegenzwam. Dit is een troosteloos gezicht, maar zonder deze trieste aanblik gaat het hoogveen verloren. Thank you.
Aan het begin van de winter is het veen een rustpunt voor trekvogels. Kleine zwanen vinden hun weg naar de waterrijke delen van het hoogveen. Het is voor deze vogels een plek waar ze bijtanken voor hun lange reis naar het warme zuiden. Over het veen vliegen in de koude wintermaanden duizenden ganzen, zwanen en eenden om er even later neer te strijken. Vooral met strenge winters trekt de toendra-rietgans vanuit Noord-Rusland naar het stille gebied in het noorden van Nederland. De klapekster met zijn lange staart en contrastrijke veren is ook een gewaardeerde wintergast in het veen. De vogel arriveert rond eind september in Nederland. Vaak zitten ze langdurig in de top van een struik of boom te loeren naar een prooi. De hoogveengebieden zijn voor de klapekster bijzonder aantrekkelijk omdat ze wijds en open zijn. De vogels hebben hierdoor een goed uitzicht en dat maakt het jagen makkelijker. Veel trekvogels verlaten tijdens de winter de noordelijke landen vanwege de kou en het tekort aan voedsel. De hoogveengebieden zijn voor deze vogels, die soms duizenden kilometers achtereen vliegen, een echt rustpunt. Maar ook de mens kan in de wintermaanden genieten van de verstilde landschappen. Na de barre wintermaanden zijn daar de kraanvogels weer. Ze hebben een lange tocht vanuit het zuiden achter de rug. De hoop is dat dit jaar meer paartjes blijven broeden. De kikkers zijn weer op zoek naar een partner. De eerste kikkerdril is al in het veen te vinden. Op de vochtige grond rond het veen groeit een prachtige bloemenzee. Het voorjaar begint opnieuw.